Het is de 17e eeuw, door sommigen ook wel de Gouden Eeuw genoemd. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is in oorlog met Spanje. Ze hebben voor deze oorlog een nieuwe bron van inkomsten nodig. Ze vinden dit nieuwe geld in de specerijenhandel in het Verre Oosten, met name in Indonesië. Specerijen zoals peper zijn in Europa veel geld waard, omdat ze zeldzaam zijn. Alle belangrijke landen zitten in de specerijenhandel. Nederland is niet als eerste met deze handel bezig, maar ze pakken de zaken wel goed aan. Ze vinden een veilige route naar Indonesië, waar veel specerijen te vinden zijn, en bouwen schepen, geschikt voor deze lange reis. In het begin van de 17e eeuw zijn er verschillende groepen handelaren die reizen naar Indonesië organiseren, voor winst. Deze worden later samengevoegd in een van de bekendste bedrijven aller tijden, de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Een van de bekendste schepen van de VOC, dat was de Batavia. En het verhaal van dit gedoemde schip spreekt op de dag van vandaag tot de verbeelding. De hoofdrolspelers in het verhaal van de Batavia waren de opperkoopman van het schip, François Pelsaert, de schipper, Adriaan Jacobs, en de onderkoopman, zeg maar de assistent, Hieronymus Cornelis. Opperkoopman Pelsaert en schipper Jacobs hadden elkaar op de vorige thuisreis vanuit Indonesië al ontmoet. Pelsaert had Jacobs toen terechtgewezen op een kleine fout, en Jacobs had daardoor een hekel aan Pelsaert gekregen. Het toeval wilde dat ze op deze reis naar Batavia weer samen moesten werken op bevel van de Kamer van de VOC. Onderkoopman Hieronymus Cornelis was eigenlijk een failliete apotheker uit Haarlem, met denkbeelden die niet acceptabel waren op dat moment, vooral over het geloof. Hierdoor moest hij vluchten uit de Republiek. Ondanks dat Jacobs de schipper was van het schip, moest hij nog wel orders aannemen van de opperkoopman, Pelsaert. Jacobs haatte Pelsaert en dat zou leiden tot een van de meest beruchte gebeurtenissen in de geschiedenis van de VOC. Het VOC-schip Batavia werd tussen 1627 en 1628 gebouwd in Amsterdam, op de Peperwerf. In minder dan 6 maanden werd dit schip in elkaar gezet, compleet met touw, zeilen en al het metaalwerk dat nodig was. De Batavia zou in oktober 1628 vertrekken, met 341 personen aan boord. Al die mensen die moesten ergens slapen. Sommigen sliepen in dit soort hangmatten die gespannen werden onder het dek. Anderen sliepen in getimmerde britsen. Maar ook een aantal bemanningsleden moesten hun eigen plek maar zien te zoeken. Tussen de touwen of met hun hoofd tegen het kanon. Ze vormden onderdeel van een kleine handelsvloot richting Indonesië. De lading bestond uit handelswaren. 12 kisten met gouden en zilveren munten, verschillende bijzondere stoffen, wijnen, kaas, kleding en kostbare juwelen. Het idee van al deze spullen was om te gaan handelen met de volken van Azië. En ook had het schip bouwmateriaal aan boord om een nieuwe stadspoort te bouwen voor de VOC-hoofdstad van Indonesië. De Batavia was een zogenaamde Oost-Indië-vader. Ze was zwaar bewapend en had ook soldaten aan boord om zich te kunnen verdedigen tegen een aanval. De gevaren onderweg waren ernstig. De Republiek was nog in oorlog met Spanje en onderweg kon het schip stormen tegenkomen. Ook waren er verschillende ziektes die uit konden breken, zoals de ziekte scheurbuik, waarbij door gebrek aan vitamines de maagwand kon scheuren en de matroos een pijnlijke dood zou sterven. Een reis naar Batavia in Indonesië was lang, gemiddeld tussen de 8 en 10 maanden. En elk VOC-schip had altijd een aantal extra bemanningsleden aan boord. Maar het was heel normaal dat er onderweg een aantal stierven. Tijdens de reis naar Batavia ontstond door haat tegen Pelsaert bij schipper Jacobs het idee de Batavia te kapen, over te nemen. Hij vond een aantal matrozen die akkoord gingen met dit plan.
De kapers waren waarschijnlijk van plan al het goud aan boord van de Batavia te gebruiken om een luxe leventje te leiden in een onbekende haven ver buiten het bereik van de VOC. Maar ook de aanwezigheid aan boord van een aantal vrouwen, waarop Jacobs en anderen een oogje hadden, kan een rol gespeeld hebben. Jacobs en zijn medekaper Hieronymus Cornelis deden onderweg al een poging om het schip te kapen, maar dit mislukte. Ze bleven echter wel buiten beeld voor deze poging tot kaping, doordat ze de schuld konden neerleggen bij andere matrozen. Als zij betrapt zouden zijn, zouden de straffen niet niks geweest zijn. Zweepslagen met de kat met 9 staarten bijvoorbeeld, of het beruchte kielhalen. De reis naar Indonesië was lang en er waren over het algemeen mannen aan boord. En die deden allemaal een behoefte in deze toilet vooraan het schip. En hoe deden ze dan hun kont af? Nou, dat zal ik jullie laten zien. Dat is een prachtig stukje geschiedenis. Hier aan het uiteinde van dit touw zit de zogenaamde goorlap. Die werd gebruikt om je kont mee af te vegen. Een paar simpele bewegingen. En als je ermee klaar was, dan mikte hij hem terug de zee in voor de volgende arme matroos. De hoge heren, de officieren, hadden net wat meer luxe. Zij hadden hun eigen toilet aan de zijkant van het schip. Een toilet met uitzicht. De hoge heren hadden niet alleen een eigen toilet. Ze hadden hun eigen helft van het schip. De rest van de bemanning moest voor de mast blijven. Ze mochten wel langskomen voor de schoonmaak natuurlijk. Hier werd er gekookt voor de hele bemanning. Het eten was iets wat beperkt. Er werd gekookt met zout vlees en dat werd aangevuld met scheepsbeschuit, waar ze er heel veel van hadden. Verse groenten was wel lastiger aan te komen. Dat kon leiden tot hele akelige ziektes, zoals dat enge scheurbuik, waar je maagwand van kapot ging. Halverwege de reis probeerden ze natuurlijk het vlees dat dan op was aan te vullen met vis die ze gewoon vingen. Dit keukentje is de enige plek waar vuur is toegestaan. En om het te beschermen tegen... Tegen de rest van het schip, zullen we maar zeggen, werd er ook hier een muurtje gemetseld om ervoor te zorgen dat vuur nergens anders zich kon verspreiden. En laten we het maar niet hebben over het water dat men onderweg moest drinken. We zijn hier op het lagere dek. En het lagere dek, dat is waar de soldaten moesten verblijven. 9 maanden hier in het donker onderweg naar Batavia. Ze mochten maar 3 keer bovenaan het dek komen om de behoefte te doen en om een bord eten te komen halen. De reden dat de soldaten niet naar boven mochten, was dat dat eigenlijk een ander slag volk was als de bemanning, die vooral vissers waren. En als die twee bij elkaar kwamen, soldaten en de normale bemanning, ontstonden er regelmatig ruzies. Dus moesten die arme soldaten hier in dit vreselijk lage dek de hele reis doorbrengen. Het was de taak van de schipper, in dit geval de schipper Jacobs, om het schip naar Indonesië te krijgen. Nederland had goede kaarten ontwikkeld en instrumenten om mee te navigeren. Nou, het schip sturen, dat viel nog niet mee. Een stuurwiel, dat is een 18e eeuwse uitvinding. Dus je moest sturen met deze paal onder andere, die beweegt het roer. En dames en heren, dat valt nog niet mee. Dus is het eigenlijk logisch dat het echte stuurwerk gebeurde door sommige zeilen te hijsen of juist te laten zakken. Het roer was vooral bedoeld om een bepaalde koers vast te zetten. Dit was kennis die over het algemeen van vader op zoon werd doorgegeven of via de compagnie werd doorgegeven door ervaren officieren. Nadat ze 9 maanden op zee waren geweest, was de Batavia om Afrika heen gezeild en voor de kust van Australië beland. Indonesië was niet meer zo ver weg. Op 4 juni 1629 leidde de Batavia schipbreuk voor de kust van Australië. De exacte reden is niet helemaal duidelijk, maar het is mogelijk dat schipper Jacobs expres een route had gekozen die door ondiepe wateren leidde, om alsnog het schip te kapen van opperkoopman Pelsaert. Van de 341 opvarenden werden de meeste met de sloep naar het nabijgelegen Beacon Island verplaatst, hoewel 40 personen verdronken. Pogingen om het schip vlot te krijgen door een gedeelte van de lading te lossen faalden. En in de opeenvolgende dagen werd het schip volledig uit elkaar geslagen door de hoge golven. Pelsaert was woedend
door deze schipbreuk en hij schijnt Jacobs toegeroepen te hebben: "Nu heb je een strop om onze nekken gelegd met je roekeloze onvoorzichtigheid." Toen hij een beetje kalmeerde, besloot hij echter hulp te zoeken en nam een van de sloepen mee. Ook nam hij schipper Jacobs mee om de sloep te sturen richting Indonesië. Dat betekende dat de medekaper, Hieronymus Cornelis, achterbleef met de overlevenden van de Batavia op Beacon Island. Hij raakte in paniek en dacht dat Jacobs hem de schuld van alles zou geven en het verhaal zou vertellen van die kaping. Hij en een groepje medekapers gingen over op het intimideren en zelfs vermoorden van mede-overlevenden. Het idee van Cornelis was om de overlevenden van de Batavia te dwingen om het reddingsschip, waarvan ze hoopten dat het zou komen, te bestormen. In de maanden dat ze op het eiland verbleven, gebruikte hij geweld en intimidatie om de absolute leiding over de overlevenden op zich te nemen. Dit mislukte. Hij maakte de fout een groep soldaten naar een ander eiland te sturen. Hun leider, Wiebe Haaius, kreeg het plan van Cornelis in de gaten. Cornelis besefte zijn fout en viel de groep van Haaius aan met iedereen die hem nog trouw was. Er brak een complete veldslag uit op het eiland van Haaius. Die verdedigde zijn eiland echter met succes. Door een ongelooflijk toeval arriveerde toen het reddingsschip vanuit Indonesië, de Sardam. Schipper Jacobs was een indrukwekkend navigator gebleken en had binnen enkele maanden de reis naar Indonesië afgelegd met de sloep. Een van de soldaten op het eiland die de slag overleefd had, kon het reddingsschip waarschuwen voor Cornelis en zijn mannen ze in de val konden lokken. Toen de troepen op het reddingsschip voorbereid waren op een hinderlaag, rekenden ze snel af met Cornelis en zijn groepje overgebleven kapers. Vrijwel alle deelnemers aan de kaping kregen ter plaatse, of later in Batavia, de doodstraf. Alleen schipper Adriaan Jacobs weigerde, ook na martelingen, te bekennen dat hij ook maar enige gedachten aan kaping had gehad. En het bewijs tegen hem kon niet sluitend gemaakt worden. Het is onbekend wat er uiteindelijk met hem gebeurd is. Hoewel Pelsaert geen rol speelde in de kaping, werd hem door de VOC wel zwaar aangerekend dat hij te weinig leiding en gezag had getoond. Hij nam later nog deel aan een expeditie naar het eiland Sumatra, maar hier stierf hij een jaar later. Hieronymus Cornelis heeft meer dan 120 moorden op zijn geweten in de korte tijd dat hij en de opvarenden van de Batavia op Beacon Island verbleven. Een akelig detail daarbij is dat hij geen van die moorden zelf pleegde. Zijn krachtige persoonlijkheid was schijnbaar voldoende om anderen ervan te overtuigen om dat geweld namens hem te begaan. Van de 341 opvarenden van de Batavia zouden er uiteindelijk maar 180 aankomen in Indonesië. 17 jaar later verscheen in de Republiek een boek over het ongelukkige verhaal van de Batavia, waarin de gebeurtenissen in detail worden beschreven. Dit was gebaseerd op de verslagen van Pelsaert. Om deze reden weten we vandaag nog zoveel van wat er is gebeurd. Het verhaal van de Batavia is beroemd en berucht, maar het is belangrijk te weten dat de meeste reizen een beter einde hadden. De VOC zou een zeer belangrijke bron van inkomsten worden voor de Republiek der Nederlanden. En ook nadat de oorlog met Spanje afliep, bleef het geld uit de Oost binnenstromen dankzij de VOC-handelsvloten. Erop terugkijkend was de VOC naast een zeer succesvolle handelsonderneming natuurlijk ook een zwart stukje Nederlandse geschiedenis. Men deed aan slavenhandel. Lokale volken die weigerden om hun producten exclusief aan de VOC te kopen, die werden vermoord. En men gebruikte extreem geweld om de VOC-handelspositie maar te blijven beschermen. Vandaar dat toen premier Balkenende opriep tot een nieuwe VOC-mentaliteit in het jaar 2006, hij te maken kreeg met de niet onterechte vraag of Nederland nou echt op zoek was naar een nieuwe slavenmarkt. Het verhaal van de VOC zou pas eindigen in 1798, toen het bedrijf ten onder ging door een veranderende markt, oorlog met Frankrijk en Engeland, maar ook ouderwets slecht management. Het blijft tot de dag van vandaag een van de bekendste onderdelen van de Nederlandse geschiedenis. Aan het eind van de jaren 80 en het begin van de jaren 90 werd op initiatief van scheepsbouwer Willem Vos een replica van de Batavia gebouwd. Maar beter gezegd een reconstructie. Ze deden dat op basis van de hoofdmaten die bekend waren uit de archieven van het oorspronkelijke schip. Ten tijde van de bouw van de Batavia werkten scheepsbouwers nog niet met bouwtekeningen, maar op basis van een systeem van afgeleide maten dat van vader op zoon werd doorgegeven. Van de Batavia zijn geen afbeeldingen bekend.
Details zijn door de bouwers van de reconstructie zelf ingevuld, op basis van onderzoek van vergelijkbare schepen uit deze tijd. Het schip is zoveel mogelijk voorzien van alle details uit die tijd, van het beeldhouwwerk op de spiegel tot de lachende nar aan de zijkant. De replica van de Batavia houdt het verleden in leven. Een verleden waar we als land graag aan terugdenken vanwege de grootste dingen waar we toe in staat bleken, maar waarin ook dingen gebeurd zijn waar we niet trots op hoeven te zijn. Maar zo zit het verleden nou eenmaal in elkaar.